Hallo, welkom bij de toelichting van de zak- en slaagregeling voor HAVO en VWO. Mijn naam is Marco ten Hof, ik ben docent wiskunde bij PTL. En in deze korte presentatie neem ik jullie even mee in de zak- en slaagregeling voor HAVO-VWO. Dus wanneer ben je geslaagd? Nou, even te beginnen. Ontslagen moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Let erop, als je maar aan één van deze voorwaarden niet voldoet, ben je dus niet geslaagd. Ben je afgewezen. Zoals dat zo mooi heet. Er is één basisvoorwaarde bij HAVO-VWO. En dat is dat lichamelijke opvoeding, gym, moet een voldoende of goed zijn. Als je daar een onvoldoende hebt, dan kun je niet eens deelnemen aan het centraal schriftelijk eindexamen. Nou, de allereerste belangrijkste regel waar veel leerlingen al over struikelen, is de gemiddelde regeling. Nou, om daarmee te beginnen, we moeten even twee afkortingen even introduceren. We hebben het Centraal Schriftelijk Eindexamen of Centraal Schriftelijk Examen, het CSE. En je hebt de schoolexamens. De schoolexamens zijn de toetsen die op het PTA staan. En die je dus voorafgaand aan het Centraal Schriftelijk Eindexamen al maakt. Nou, die maak je dus gewoon op school. Nou, Centraal Schriftelijk Eindexamen, dat zijn die grote toetsen die je in mei maakt. Van 2,5 of 3 uur, die je dan vaak in de gymzaal mooi in rijtjes maakt. De schoolexamens, die maak je daarvoor allemaal al. Nou, schoolexamens korten we af met SE en het Centraal Schriftelijk Eindexamen met CSE. Nou, de belangrijkste regeling die je daar voor de CSE tegenkomt, is de 5,5 regeling. Je moet gemiddeld een 5,5 staan. Om precies te zijn, een 5,50. Namelijk een 5,45 is niet genoeg. Dan ben je namelijk afgewezen. Denk er dus bijvoorbeeld om, als je allemaal 5,5 haalt en 1 5,4, dan ben je niet geslaagd. Het moet gemiddeld een 5,50 zijn. Daarna, als je aan die regel hebt voldaan, dan kunnen we eigenlijk, gaan we alleen nog maar kijken naar de eindcijfers. En de eindcijfers zijn cijfers afgerond op gehele. En het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde nemen van het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen. Mits die er is voor dat vak. Als die er niet is voor het vak, wordt het eindcijfer gebaseerd op alleen het schoolexamen. Nou, het schoolexamen wordt afgerond op 1 decimaal. Het centraal schriftelijk eindexamen levert ook een cijfer op 1 decimaal. Daar wordt het gemiddelde van genomen en dat wordt op gehelen afgerond. Let wel, er wordt niet dubbel afgerond. Dus een 5,5 en een 5,6 levert je wel een 6 op. Maar een 5,5 en een 5,4 is 5,45 en wordt dus een 5, helaas. 6,3, 6,7, nog een voorbeeldje, wordt een 6,5 en daarmee dus een 7. Bij HAVO-VWO heb je ook nog het combinatiecijfer. Nou, die werkt als volgt op impuls. Eén van de eindcijfers die je dus krijgt, is het combinatiecijfer. En de combinatiecijfer heeft drie onderdelen. Maatschappijleer en het profielwerkstuk. Nou, de cijfers van die drie onderdelen worden eerst op gehelen afgerond. En dus in het voorbeeld zien we dat. CKV haal je bijvoorbeeld 5,5. Nou, dat wordt een 6. Op maatschappijleer heb je een 6,4 gehaald. Wordt een 6. In het profielwerkstuk heb je een 7,5 gehaald. Wordt een 8. Nou, die cijfers die op gehelen zijn afgerond. Die gehelen, daar wordt dan weer het gemiddelde. Dat betekent dus dat we het combinatiecijfer, in dit geval, in dit voorbeeld, wordt 6,6666, 6 2 derde. En dat wordt dus afgerond een 7. Nou, dat combinatiecijfer is één van de eindcijfers die meetelt. Voordat we naar het overzicht gaan waar dit relevant voor is, gaan we even kijken naar de kernvakkenregeling. De kernvakken voor HAVO-VWO zijn Nederlands, Engels en wiskunde, wiskunde A of B. Als je allebei doet, tellen ze allebei mee in de kernvakkenregeling. En ten hoogste één van deze vakken mag je een 5 halen. Dus als je mag bijvoorbeeld een 5 halen op Engels en een 6 op wiskunde en een 6 op Nederlands. En dan kun je weer verder. Dan heb je dit puntje afgevinkt. Heb je twee 5'en, bijvoorbeeld een 5 op Engels en een 5 op Nederlands, dan ben je afgewezen. Dat kun je ook niet compenseren met een 7 op een ander vak of een ander kernvak. Zo werkt het helaas niet. Je moet daar een 6 op halen. Nou, dan mag je gelukkig een paar onvoldoendes halen. En daar zijn een paar regels voor. Nou, allereerst, als je geen onvoldoendes hebt, allemaal 6 of hoger, ben je gewoon geslaagd. Als je 1 5 hebt en de rest zijn allemaal 6'en of hoger, ben je ook geslaagd. Een 5, 1 5 hoef je niet te compenseren.
Nou wordt het lastig. Als je een 4 ergens hebt, en je hebt voor de rest allemaal 6'en, dan ben je afgewezen. Dat is het ene laatste voorbeeld. Waarom? Als je ergens een 4 hebt, of 2 5'en, of een 5 en een 4, dan moet je dat compenseren. Je moet dan namelijk gemiddeld een 6,0 staan. Wat erop neerkomt, dat als je ergens een 4 haalt, moet je ook ergens 2 punten boven een 6 halen. Bijvoorbeeld 2 7's. Dus als je een 7 hebt op het combinatiecijfer, en je hebt een 7 op, weet ik veel, wiskunde, en je haalt een 4 op Nederlands. Oh nee, 4 op Nederlands kan natuurlijk niet, kernvakkenregeling. Je haalt een 4 op scheikunde, noem eens iets. Dan ben je alsnog wel geslaagd. Want die ene 4 die compenseer je met die twee andere 7's. Nou, dan komt het meteen weer waarom het zo belangrijk is om het combinatiecijfer goed in de gaten te houden. Dat is een cijfer waarbij je relatief gemakkelijk boven de 6 uit kunt komen. Namelijk op een 7, 8 of het liefst zelfs een 9. 9 is het maximale wat je aan compensatiepunten kan opleveren. He, want welke onvoldoendes mag je compenseren? Nou, dat is dus 1 4 of 2 5'en of 1 keer een 5 en 1 keer een 4. Heb je 2 4'en, heb je 3 5'en, heb je ergens een 3, dan ben je voor het eindexamen. Afgewezen betekent dat je nog wel een herkansing altijd hebt. Die heb je altijd in het tweede tijdvak, ergens in juni. Daarna wordt de definitieve resultaat vastgesteld. En dan kan het zijn dat je dan alsnog geslaagd bent of dat je definitief bent afgewezen. In de volksmond gezakt. Dat is het belangrijkste. Nou, wil je dat allemaal even teruglezen? www.mijneindexamen.nl. Dan kun je een rooster maken voor jouw eindexamen. Die kun je nu alvast aanklikken, gewoon op basis van de vakken die je hebt. Je kunt daar de zak slaagregeling ook nog even in officiële taal vinden en allerhande algemene informatie. Als je vragen hebt, mail ze gerust mtenhof@p.nl. Succes met je examen!